Hoezo moet ik met mijn handen op mijn rug hier liggen? Gewoon, even blijven liggen zo weer. Het komt allemaal goed. Een basis van mij. Nee! Rickert. Wat doe je? Oh, we zijn er. We zijn vandaag in het bos in Leersum en we gaan een cursus houthak doen. We gaan tenen verliezen. Handen verliezen. Ik laat jullie even de groep zien. Daaruit maken we op dat iedereen heel erg voorbereid is met allemaal super hypothermo kleding en eigen bijlen en dingen. Ik loop hier op mijn €200 schoenen met schaapbond. En ik heb een mooie rugtas bij me. Michel die heeft zijn professionele tas bij zich. Dus het belooft vandaag een fantastische dag te worden. Maar kijk eens jongens, het is echt helemaal mooi hier. Ja, zonder Michel dan. Zonder Michel is het echt super mooi. Met wordt het minder. Dus we hebben onwijs veel zin in. En we gaan vandaag leren om te hout hakken. Ja, dat lijkt dan heel erg makkelijk. Maar schijnbaar is daar wel echt techniek voor nodig. Om te kloven. En hout. Je moet ook nog hout opruimen. Ja, en je, volgens mij, ik heb nu een beetje door. Dit is via Staatsbosbeheer. En volgens mij wil Staatsbosbeheer gewoon heel erg goedkoop hun bos opgeruimd hebben. En daardoor geven ze cursussen. Dus wij gaan gewoon hout lopen sjouwen in het bos vandaag voor Staatsbosbeheer. Yes. Alright. We'll be tuning in back later. Dit heeft geen zin, want nu maak je gebruik van je eigen rug en je eigen kracht. En dat is niet nodig. De eigenwijze Michel die nu heeft gezegd dat hij het al even voor zou doen. En nu staat meneer al een half uur te hakken. Of een stukje beken. En nou gaat hij. Dat is eikenhout, hè? Damn boy. Ik heb het koud. Ja, dat verbaast me niet. Ik heb ook nog geen hout gehakt. Misschien ligt het daar aan. Jij hebt nog helemaal niks van binnen gehakt, hè? Dus ik heb jou net wel zien hakken, maar ik ga nu hakken. Ga jij er maar eens even zorgen dat het vuur aanblijft, jongeman. Nou, dat ik mijn koffietje op heb. Ja. Deze jongen is niet gemaakt voor koud weer. Hij klaagde er net al over. En ik heb net iets geleerd. Dat het hout hier omheen, dat het op die manier gedroogd wordt, zodat je het er later op kan gooien. Ja. How smart is that? Very smart. Meneer, ik voel mijn tenen niet meer. Je kan hem niet in één keer kloven. Dat gaat. Dus wat je doet is, je slaat hem eerst een paar keer in het midden en daarna... Uitstekend. Zitten. Uitstekend. Een van de betere houdingen. Hoor je dat, jongen? Ja. Heb je dat op video? Ik heb dat op video, natuurlijk. Als jij rechtop staat... Ja, dit gaat lukken, jongen. Ben je moe? Ben je moe, vriend? Een van de betere houdingen van vandaag. Oh, we're never gonna hear the end of this one. Als je niet naar beneden gaat... Bang! Zo. Je leert altijd een boel op zo'n training. Onder andere mensen op waarde schatten. En we hebben eindelijk een klusje gevonden waar Wigert tot zijn recht komt. Toetsen jongens, iets meer naar links. Prima. Yeah man, zo. Zit erop. We gaan eventjes technisch camerawerk doen. We hebben het gehaald. We hebben het gehaald. We hebben al onze vingers nog. We weten hoe we bijlen moeten slijpen, hoe we hout moeten verzamelen. En het was super cool. Het is lekker weer.
Tikkeltje frissen af en toe. Ik heb deze jongen heel veel zien koukleumen, heel veel zien rillen. Koud. Maar wel heel cool. En mannelijk. Het was een mannelijk weekendje. En we gaan deze heren uitnodigen bij ons in de podcast. En we gaan nog meer Eindbaas Experience doen. Dat hebben we ondertussen allemaal geregeld weer. Helemaal top eigenlijk allemaal. We hebben ons goed vermaakt. Alright man, tot de volgende keer. Ciao.